Hoi allemaal, we gaan vandaag een Koningsdagproject maken. We gaan vandaag alles oranje maken. De kat, de gitaar, de donut, alles wordt oranje. En we gaan er een vrolijk feest van maken. Je gaat naar de website van Scratch. Scratch.mit.edu. En dan klik je hier op maak of je klikt hier op aan de slag. En dan kun je meteen beginnen. Nou, je kunt hem hier weer in het Nederlands zetten als hij nog in een andere taal staat. Dit kun je wegklikken. En dan gaan we alles oranje maken. En we beginnen met de achtergrond. Je klikt hier op de achtergrond. Achtergronden. En dan wil je dit opvullen. Dat kan je met het emmertje doen. Alleen dat werkt nu niet, omdat dit een vector is. Dus je moet hem eerst omzetten naar bitmap. Je klikt hier één keer op zet om naar bitmap. Dan wordt het een bitmap, dan is het geen vector meer. En nu kan je hem opvullen. Alleen we willen alles oranje maken, dus we willen natuurlijk met de kleur van die kat dit opvullen. Als je hierop klikt, heb je hier een pipet. En met die pipet kun je kleuren aanklikken, dan kan je die kleur gebruiken. Alleen je kan niet hier bij die kat die kleur aanklikken, dat lukt niet. Dus we moeten eerst naar die kat toe. En dan met de pipet de kleur uit die kat halen. Dan weer terug naar de achtergrond. Dan kunnen we hem wel opvullen. Oké, nou hebben we een oranje achtergrond. Dat gaat goed. Nou, dan zetten we de kat hier neer. Die kat die maak ik meteen maar wat groter. Lekkere grote kat, zo. En dan doen we er een donut bij, want het is Koningsdag. Dus onze kat eet een donut. Zo, die krijgt een donut in zijn hand. Nou, die donut maken we wel iets kleiner, want die is wel heel groot. Zo, en dat moet natuurlijk een oranje donut worden. Dus we gaan weer naar uiterlijke. En dan wil ik die ook weer oranje maken. Nou, dat gaat helemaal goed, want hij staat hier al nog op oranje. Die kleur hadden we net geselecteerd. En hij staat op het emmertje. Kan ik hem één keer oranje maken? Je kan hier heel mooi het verschil zien tussen vector en bitmap. Vector, dan heb je zo'n lijn. En dat bestaat eigenlijk uit allemaal punten. Als je deze pakt, het tweede pijltje, dan zie je ook al die punten. En je kunt zo'n punt oppakken en die kan je vervormen. En dan zie je dat die altijd een hele mooie gebogen lijn maakt tussen die verschillende punten. En bij dit soort vormen is vector heel handig. Als je dit om zou zetten naar bitmap, kun je wel doen, dan wordt het heel gepixeld, zie je dat? En nou kan je ook hier gewoon doorheen gummen. Dat kan bij vector dan weer niet. Alleen, je bent wel je hele mooie ronde gebogen lijnen kwijt. Wat ook een voordeel is bij vector, is dat het allemaal losse stukken zijn. Het zijn allemaal losse onderdelen. Dus je kunt ook al die losse elementen allemaal apart andere kleuren geven. Dan gaan we nog die rand aanpassen, want die is nu een beetje bleek geworden. En ik wil er graag een zwarte rand omheen hebben. Hetzelfde als bij die kat, die heeft ook zo'n zwarte rand eromheen. Dat is hier de omtrek. Als je het pijltje hebt geselecteerd en je selecteert dan zo'n vorm, dan kan je hier gewoon dit aanklikken en dan kan je hier de kleur aanpassen van die omtrek. Nou, we zetten alles op 0, 0, 0, 0. Dan is het zwart. Kijk, en nou heeft hij net zo'n outline, zo'n lijntje eromheen als die kat. Dan doen we dat ook nog aan de binnenkant. Want die moet dan natuurlijk ook zwart worden. En je zou eventueel ook nog hier de dikte kunnen veranderen, maar ja, eigenlijk is het wel goed zo. Laat maar zo staan. Oké, dat is de kat. Kat nummer 1. We gaan er nog een kat bij doen, want het is Koningsdag, dus we doen gewoon twee katten erin. En die maken we natuurlijk ook meteen een stuk groter. Zo, twee katten. En deze kat, die gaat gitaar spelen, want op Koningsdag, dan ga je buiten op straat optreden. Bij muziek hebben we een gitaar, die krijgt hij in zijn handen. Zo, die kan je hier dan een beetje draaien, dat die goede kant op staat. En die moet natuurlijk ook wat groter dan. Alleen, nou zie je, wat ik eigenlijk graag zou willen is dat die arm van die kat, dat die dan over die gitaar heen gaat. Maar ik kan alleen maar de hele kat ervoor krijgen. Dus ik kan wel die hele kat ervoor zetten, maar dan zit die gitaar achter de kat. Dus dat gaat niet goed. Wat ik ga doen is, ik ga deze gitaar in de sprite van die kat erbij zetten. Je gaat eerst naar de gitaar toe. Hier naar uiterlijke. Dan moet je even opletten dat je hier het pijltje geselecteerd hebt. Dan kun je hier het hele plaatje selecteren. Je tekent een vak eromheen. Dan kun je hem hier kopiëren met dit plusje. Dan ga je naar de kat.
Zorg dat je bij de sprite bent van de kat bij het uiterlijk waar je hem in wil plakken. Klik voor de zekerheid nog even hier in dat veld. Dan weet je zeker dat je in dat vak zit. Op deze kun je hem plakken. En dan zit de gitaar erbij, bij de kat. Nou, het is wel even handig om die gitaar te groeperen. Dat doe je hier. Dan kun je er een groep van maken. Dan is dit één element geworden. Anders zijn het nog steeds allemaal losse onderdelen. Nu is dit één ding. Die kan je ook weer draaien. Nou, hij moet ook nog wat kleiner, want hij is nu net iets te groot voor die kat. Zo. Is nog steeds heel groot. Hij kan nog wel iets kleiner. Zo. Nou, dan kan deze eigenlijk weg. Die hebben we dan niet meer nodig. Die zit daarachter. Dan gaan we naar deze toe. En dan was dus de bedoeling dat die arm van die kat, dat die voor die gitaar komt. En je ziet dat die kat ook weer allemaal losse elementen zijn. Ze zijn allemaal losse stukjes. Dat is zo handig met Vector, dat je allemaal losse onderdelen hebt. En dan kan je alleen die arm aanklikken. Dus zorg dat je hier het pijltje geselecteerd hebt. Klik je alleen die arm aan. En dan kun je met deze kun je hem een laag naar voren brengen. En dan klik je er net zo vaak op tot hij voor die gitaar zit. Nou, dan zou je zelfs nog die gitaar er een stukje achter kunnen schuiven als je dat zou willen. Die komt dan achter die arm. Nou, nu ziet het er helemaal echt uit alsof hij echt op die gitaar speelt. En dan zou natuurlijk het leukste zijn als die arm ook nog heen en weer gaat. Dat die arm echt beweegt, dat die echt staat op te treden. Dan hebben we deze niet nodig, die kan weg. En dan ga ik van deze een kopie maken. Als je nu met rechts klikt, dan klik je dupliceren. Met je rechtermuisknop, dan kun je hier aanklikken dupliceren. Dan heb je een kopie, dan heb je twee keer precies dezelfde sprite. En dan gaan we bij die tweede, gaan we die arm gaan we een beetje draaien. Dus als je dan weer pijltje geselecteerd en dan alleen die arm aanklikken. En dan kan je hem een beetje draaien. Alleen zie je dat je hem eigenlijk vanuit die schouder zou moeten draaien. Dus dit klopt niet helemaal. We moeten hem een beetje opschuiven dat die schouder op dezelfde plek blijft zitten. Dat is belangrijk, dat die echt vanuit die schouder draait. Want anders ziet het er heel gek uit. En het ziet er nu eigenlijk nog steeds een beetje gek uit. Omdat als je gitaar speelt, dan wordt die arm, die gaat niet alleen maar zo op en neer in zo'n beweging. Maar die strekt zich ook een beetje uit. Dus die gaat niet alleen maar dit, maar je moet hem ook een beetje laten uitstrekken. Dus wat we gaan doen, als je nou het tweede pijltje pakt, niet deze, maar het pijltje met die punt erbij, dan kun je zo'n punt aanklikken en dan kan je hem een beetje uitrekken. Dan kan je dit ook een beetje uitrekken. Het zijn drie puntjes hier, dus je moet die middelste, dan moet je even heel goed opletten, dat die middelste, dat je die aanklikt en niet die achterste. Zo, en die moet je een stukje naar binnen schuiven. Als je niet goed kan zien, kan je hier ook nog uitvergroten, dan kan je het beter zien. En nu is die arm naar beneden toe iets langer, dus zo is die omhoog en wat korter en naar beneden toe is die iets langer. En dan zie je dat hier nog een beetje een gekke bocht in zit. Dus dan moet je, als je deze aanklikt, kan je dit nog een stukje naar binnen schuiven. Dan kan je die bocht, die kromming nog een beetje aanpassen. Dan is die arm iets minder dik. En dat kan je ook nog bij deze doen, als je die een stukje naar binnen schuift. En het is een beetje puzzelen om dat helemaal goed te krijgen. Maar je kan dat, als je daar een beetje mee probeert, kan je dat heel mooi krijgen. Nou, en nu lijkt het alsof die echt gitaar staat te spelen. Dan moeten we dat natuurlijk ook nog programmeren. Oh, en we moeten de gitaar nog oranje maken, want we zouden alles oranje maken. Dat moeten we nog wel even doen. Dat had ik eigenlijk eerst moeten doen. Nu moet ik het twee keer doen. Dat is niet zo handig. Pak het emmertje. We hebben gelukkig nog de goede kleur daar staan. Dus we gaan de gitaar oranje maken. En dan zie je dat je hier tussen de snaren, en dan ga ik toch even inzoomen, want dit is wel een heel lastig werkje om het goed te krijgen. Tussen die snaren moet ik het ook allemaal oranje maken, want anders klopt het niet. Dus dan moet je even opletten dat je dat apart ook nog allemaal aanklikt. En dat moet dan ook bij het tweede uiterlijk. Dat had ik natuurlijk beter eerst kunnen doen. Nu moet ik het dubbel doen, maar het is gelukkig niet zo heel veel werk. Dus dat geeft niet. Daar nog. Zo. Oranje gitaar. Ja, we wilden alles oranje hebben vandaag. Gaat naar de code toe. Dan moeten we die kat echt laten spelen. Dus dan heb je hier het blokje volgend uiterlijk. En als je daarop klikt, dan wisselt die steeds naar het volgende uiterlijk. Dan heb je bij besturen het blokje herhaal. Die doe je eromheen. Nou, en dan gaat hij. Maar dit gaat natuurlijk wel heel erg snel. Dus daar zetten we een pauze tussen. Wacht 1 seconde. Nou, wacht 1 seconde is veel te langzaam. Dus laten we daar 0.2 van maken. En je zou er eventueel ook nog 0.25 van kunnen maken. Dan gaat hij
4 keer per seconde. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi aantal. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Dan is het natuurlijk leuk als die gitaar ook echt geluid maakt. We kunnen hier vast een groene vlag boven zetten. Zo, dan kan je hem ook vanaf hier starten als je dat zou willen. Het is natuurlijk leuk als die echt geluid maakt. Dan ga je hier naar geluiden. Hier onderaan kiezen geluid. Nou, dan kiezen we natuurlijk het geluid van een gitaar. Als je bij lussen kijkt, dan heb je van die geluiden die je in een loop kunt zetten. Die dan achter elkaar door steeds op elkaar aansluiten, steeds doorgaan. Hier zit een gitaar. Nou, dit gaat steeds maar zo door, dus dat is hartstikke handig. Miauw kan weg, dat is het geluid van de kat, maar dat hoeft er nu niet bij. Als je hebt aangeklikt dat geluid, komt hij hier in het lijstje te staan. Ga je terug naar je code en dan zit hij hier ook weer in het lijstje. Dan staat hij ineens hier bij het blokje geluid in dat lijstje. Pak het bovenste blokje. Start geluid en wacht. Het is belangrijk dat je hierbij zet en wacht. Want dan speelt hij het hele geluid één keer helemaal tot het einde. En dan begint hij pas weer opnieuw. En anders dan gaat hij het geluid 10 keer door elkaar spelen. Dan word je helemaal gek. Dus start het geluid en wacht tot het geluid helemaal klaar is. En dan weer opnieuw laten beginnen. En we gaan het in een apart blokje zetten. Want we willen dat hij die arm beweegt. En dat hij het geluid afspeelt tegelijkertijd. Dus het is even handiger om dit in een apart blokje te zetten. En niet in hetzelfde herhaaldingetje. Nou, daar gaat hij. Oké, nou en nu zou ik het ook nog wel heel leuk vinden als die achtergrond van kleur verwisselt. Dan wordt het helemaal feestelijk. Dan ga je hier naar de achtergronden. En dan heb je hier een blokje verander kleureffect. Nou, als je daarop klikt, dan gaat hij door die hele regenboog van kleuren heen. Daar kun je ook weer een herhaal omheen zetten. Dan gaat dat vanzelf. En dit is wel een hele erge disco. Dus hier gaan we ook weer een wacht bij zetten. Nou, ik pak hier ook maar meteen wachten. 0,25 seconden had ik net bij die kat ook. Wat je ook nog kan doen, is dit veranderen. Als je hier nou van maakt verander kleureffect met 5, dan gaat hij in veel kleinere stappen door die regenboog van kleuren heen. Dus dan gaat het veel geleidelijker, die overgang naar de volgende kleur. Dus dan gaat hij veel langzamer, schuift hij door die regenboog heen. En nu zou je hem eigenlijk ook weer sneller kunnen laten gaan. Dus dan zou je hier 0,1 van kunnen maken. Want als hij zo langzaam door die kleuren heen gaat met zulke kleine stapjes, dan kan dat eigenlijk weer sneller gaan. Kijk, en dat ziet er hartstikke mooi uit. Nou, dan doen we daar ook een groene vlag boven. En dan zijn we er eigenlijk al. Dan kun je hem groot maken. En dan kan het feest beginnen. Daar gaan we. Nou, dat is hem. Ja, jullie kunnen vandaag niet buiten optreden. En ook niet buiten geld verdienen. Maar ik kan wel online hele mooie scratch projecten maken. En misschien kan je online ook wel geld verdienen met je virtuele optredens. Wie weet. Succes! Nou, en als je klaar bent, dan geef je natuurlijk je project een naam. Noem het maar Koningsdag. En dan klik je op delen. En dan kun je hier nog wat bijtypen. Dan kun je er nog wat bijtypen. Veel plezier vandaag op Koningsdag. Maak er een hele mooie dag van. Dit project is gemaakt op 27 april 2021. Nou, dan geef je natuurlijk jezelf een hartje en een sterretje. En stuur het naar al je vrienden. En veel plezier. Maak er wat moois van. Doei. Fijne Koningsdag.